Ruim 680 inwoners van Noord-Brabant kregen donderdag een lintje opgespeld. In Dongen vond de feestelijke gebeurtenis thuis plaats. Burgemeester Simone Derve begroette de mensen die de koninklijke onderscheiding in ontvangst mochten nemen in een huiselijke sfeer. Een van hen barstte in tranen uit en een andere gelukkige wilde de deur niet open doen omdat ze niet de juiste outfit aan had. Bij de familie Jochems ging de deur wel open. Applaus! Allereerst proficiat. U ziet er zo netjes uit. Had u het een klein beetje verwacht? Nee, helemaal niet. Nee. Wat heeft u vanochtend gedaan? Een verrassing. Een paar boodschappen. We waren bij de buren afgesproken dat we een koffie zouden drinken en een potje britsje. Dus. En nu een lintje. Bent u vereerd? Ik vind het een echte verrassing. Ik ben niet zo van in de bloemkist gezet te worden. Want ik doe dat vanuit mijn hart. Ik doe het heel graag. Maar uiteraard ben ik vereerd. Jan Jochems kreeg het lintje voor haar verdiensten bij de Zonnebloem. Daarnaast is ze al ruim 20 jaar collectant voor het ziekentridium Sint Laurentius in Dongen. De burgemeester vervolgde haar lintjestocht weer. De heer Pijnenburg had ook de eer om zich lid in de orde van Oranje Nassau te mogen noemen. Hij was duidelijk verrast. Ja, een hele eer? Hoe voelt u zich? Wat? Een hele eer is het. Hoe voelt u zich? Dit is een hele eer, ja. Ik had het toch niet verwacht, hoor. Ik moest hier naartoe komen om 10:00, maar ze gaan op vakantie, dus het is mijn dochter. En zodoende zitten we hier zo uitgebreid buiten te kijken. U las net voor, het doet de koningin deugd om deze lintjes te mogen uitdelen. Doet het u ook deugd? Ja, natuurlijk. Het is altijd een heel mooi moment in het jaar om mensen op deze manier te kunnen waarderen. En dat is het, hè. Een koninklijke onderscheiding krijg je niet zomaar. Daar moet je echt wel wat voor gedaan hebben. Guus Pijnenburg kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij de Katholieke Bond van Ouderen. En in de jaren 70 organiseerde hij autorallies. Later verruilde hij dat voor het uitzetten van fietstochten. En nou doen we dus op de fiets. En eerst was het met de auto. Maar ik ben geen autorijder. Daar hou ik niet zo van. U bent de trotse vrouw. Hoe voelt u zich? Heel goed. Ik vond het heel spannend. Want wist u het wel? Ja, wist het wel. Heeft het geheim moeten houden? Stiekem al moeten doen. Ja, maar wel heel leuk. Ja. Vandaag? Vanmorgen nog. Zij doet ook een kobertje. Zij zegt, kobertje, waarom een kobertje? Zij doet maar niet ook. Natuurlijk. Ja. In Dongen kregen in totaal 6 mensen een lintje opgespeld.